Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go vlog op Crazy Coon. Super tof dat je weer kijkt. Het nieuwe evenement in Pokémon Go is momenteel begonnen met in de hoofdrol natuurlijk de Mega Latias en Mega Latios. Maar er is ook Research, Electrify the Sky, Catch Team Pikachu en Catch 30 Flying Type Pokémon. Maar de reden dat ik vooral mijn camera hier heb aangezet in de studio en niet buiten, want mijn oorspronkelijke plan was om buiten op te gaan nemen, is dat ik een Mega Latias Raid Invite ga krijgen zometeen. En die eerste wilde ik graag samen met jullie doen. Want deze Mega's, zeker omdat ze legendary zijn, zijn behoorlijk pittig. Ze zijn lastig om te verslaan. Je hebt minimaal toch wel 5 of 6 trainers nodig en het liefst zelfs nog meer met ook de juiste counters. En over die counters wilde ik het met jullie hebben. Je hebt sowieso als mega counter misschien een mega Gengar die je kunt gebruiken. Dat is super handig. En deze Mega Latias en Mega Latios zijn Dragon Psychic. Wat dus betekent dat ze een weakness hebben voor Dark en Ghost, maar dat ze ook een weakness hebben voor andere Dragon of Ice. Dragonite met Dragon Type moves is waarschijnlijk de meest handige Pokémon om te gebruiken. En de meest beschikbare Pokémon. Zekrom is een hele goede om te gebruiken. En qua Mega's heb je dus natuurlijk Mega Gengar, maar ook Mega Houndoom is daar een optie. Ik zie net dat er in de raid Go is gezegd, wat betekent dat de invite hier inderdaad nu moet zijn. Fopper, Mega Latias 8000 CP. Dit wordt spannend. Ik ben heel benieuwd wat de raid ons aanraadt. Reshiram, Dialga is een goede keuze. Maar we moeten toch ook een aantal Pokémon gaan veranderen. Ik had hier voor de Latis al wat klaargezet. Reshiram, Shenron, Storm, Garchomp en Zekrom. Dit zijn vrij ideale counters. En ik zou volgens mij in staat moeten zijn om een Pokémon te mega-evolven. Ja, mega-evolve Gengar. Let's go vanuit het menu. Dat is handig, maar hij moet dus wel in je party staan. Anders dan wordt het een lastiger verhaal. En dan is dit een van de eerste raids die ik toch echt weer spannend vind. Gaat dit lukken? Nog 5, nog 4, 3, 2, 1. Let's go. Onze eerste mega legendary raid. En nu hopen dat we hem aankunnen, want dat blijft de grote vraag. Goed, onze eerste twee Pokémon zijn neer. Dragon-types gebruiken is dus echt wel aan te raden. Maar we hebben het nadeel dat deze Mega ook een Dragon-type move kan. Dus elke keer dat hij een Outrage gebruikt, gaat eigenlijk een van de Pokémon eruit. Maar we zitten op ongeveer een kwart van de helft nu. Dus ik heb goede hoop dat dit misschien wel lukt. Als iedereen de juiste counters ook blijft gebruiken natuurlijk. Want je ziet hier dus met Dragon Counters. Hopelijk gaat het met Dialga wat beter. Een Outrage doet gewoon ongeveer de helft van de damage. Oké, we zitten in het rood. Nog 102 seconden te gaan. Ik blijf dit. Dit maakt de reden weer tof. Het is gewoon oprecht heel spannend. Het enige waar je dan natuurlijk wel ook weer voor moet uitkijken is dat je, nou ja, hier niet te veel distance rate passen in stopt. Want die zijn natuurlijk best duur. En je moet, ja, zeker met distance rates vind ik het wel belangrijk dat je een soort van zekerheid hebt dat het gaat lukken. En ik moet zeggen, met nog 75 seconden te gaan en deze helft, het blijft best spannend. Come on, ons. Een minuut nog. Ik durf nergens meer van. Ik zou toch denken, als ik deze helft zie, dit moet toch lukken. Maar, ah, oké. Okay. Het is gelukt. 5 Golden Raspberries, 1 Charge TM, 3 Revives, 2 Zilveren Pineapple, 4 Rare Candy. Meer Hyper Potions hebben we nodig. En dan ben ik nu heel benieuwd. 150 Mega Energy hebben we gekregen. Dus 2 van dit soort raids zouden genoeg moeten zijn voor de Evolution. En we hebben gewoon de Shiny Latias bij de eerste poging. Nadat ik met Lorien hier natuurlijk een lucky trade voor gedaan heb ook. Maar we hebben hem nu ook zelf. Shiny Latias. Yes! Man! Wat een start van het event. Ook de 7-day catch streak. Eerste Pokémon van de dag. Shiny Latias. Dragon Breath en de speciale move Mist Ball.
Awesome! Ik heb besloten dat omdat de Latias zo goed ging, we ook direct naar Mega Latios gaan kijken, want daar kwam een raid van beschikbaar. We zijn met 10 man dit keer. In de groep werd al gezegd, jongens, denk om de juiste counters. Ik ga eerst met de recommended battle party mee en ik pak daarna natuurlijk mijn juiste counters erbij. Maar deze kan Psychic en dat maakt het wel even iets pittiger natuurlijk om Mega Gengar te gebruiken. Je zag 1 Psychic en hij was weg. Deze moveset betekent wel dat ik dus gebruik kan gaan maken van mijn dragons. Want die zouden wel veel meer effect moeten hebben. En of het nou door de counters komt of doordat deze een andere moveset heeft. Ik heb het idee dat we veel sneller, en dan bedoel ik ook echt veel sneller, door deze Latios heen zijn. Want we hebben nu echt niet zo heel veel tijd meer nodig. Misschien was onze vorige Latias raid niet optimaal qua counters. Want ik bedacht me ook daar, wat ik nu doe, het gebruiken van Tyranitar met Bite Crunch. Hij staat niet in de lijst. Het is misschien geen optimale counter, maar het is wel natuurlijk een hele goede Dark-type attacker dankzij Bite en Crunch. Dus Tyranitar is ook nog eentje die niet in de lijsten staat, maar die ik wel kan aanraden. Maar hij zit al in het rood en we zijn nu pas op de helft. Dus moet je nagaan wat voor een verschil counters maken. Als je dus deze raids doet, communiceer goed met je groepsgenoten. Zorg ervoor dat iedereen de juiste mega's, de juiste counters bij zich heeft. En verlaat je niet 100% op het beeldscherm met de recommended parties. Want die kloppen dus niet altijd. En Mega Latios is neer met nog bijna 2 minuten op de klok. En dan nu, grote vraag. Hoe hebben we het hier gedaan? Ik ben vooral benieuwd naar de hoeveelheid Mega Energy die we hiervan krijgen. Ik had de Final Strike. Altijd cool. 175 nu. Dus dit was al een stukje beter. Deze is gewoon blauw. Maar hij is weather boosted. We hebben hem wel. We hebben niet zo heel veel ballen. Dus ik ga voor de Pineapp en de zilveren Pineapp. Misschien moeten we zelfs met het oog op het aantal ballen zeggen, we gaan gewoon direct voor de Golden Ras. Want ook deze Latios kan dus een speciale move. En de geschiedenis leert dat ik niet heel goed ben in het gooien op deze vogels. Golden Pineapp is succesvol. Dat is hartstikke mooi. Latios gevangen. Met dus een speciale move. Luster Purge. Alleen te krijgen tussen nu en 8 mei. En daarna natuurlijk wel met Elite Charge GM's. Deze komt uit India. Dankzij de Remote Raid. En nog eentje van beide. Want we moeten 300 Mega Energy hiervoor hebben, zie ik. Nog 1 raid voor beide. En dan zouden we genoeg moeten hebben voor de Mega Evolution. Dat was de derde Latias al dankzij Red. De tweede. Dat was de tweede Latios al dankzij Red Fighter die me een invite stuurde. Dus dit zou ook hopelijk genoeg Mega Energy moeten zijn. Red Fighter, daar zien we hem. Ik was de verste. Bedankt voor de invite. 200 Mega Energy nu zelfs. Want we waren nog sneller. Dus het kan wel, 200 Mega Energy voor 1 raid. En dat betekent dat deze dus genoeg is. 11 ballen. En hiermee hebben we genoeg voor de Mega Evolution van Mega Latias. En als ik zeg Latias, bedoel ik natuurlijk Latios. De blauwe en de rode. Latios, mannetje, onthouden Koen. Hoewel, hebben Latias en Latios, nee, die hebben volgens mij helemaal geen geslacht. Ondanks dat er wel gesuggereerd wordt dat de een mannelijk is en de ander vrouwelijk. En je ziet aan mijn worpen, deze vogels, hoewel ze dus niet eens flying types zijn, ik heb moeite met het scoren van zelfs great throws op deze Pokémon. Daar hebben we hem weer. In elk geval een great. Blijf erin. We gaan weer wisselen. Dan hebben we tenminste nog een kans. Een hele goede kans zelfs. Het lukt in 1 keer. Keurig. En hoe goed ben jij dan, Mega Latios? Dit is niet gek. Als wij eens naar IV's kijken, is dit misschien zelfs wel de beste die ik heb. Deze is nog beter. Die we net gevangen hebben. Want je wilt toch eigenlijk maximale attack? Ja, helaas. De shiny is niet de beste. Dus onze India Latios, die gaan we sowieso bewaren. Die gaan we natuurlijk laten Mega Evolven op een later punt. Want ik heb het vermoeden dat we Mega Gengar vandaag nog nodig gaan hebben. Welkom op dag 2 van het Flying High Event. We zijn eventjes in de stad Groningen voor het afmaken van de Limited Research. Maar eerst de shiny luck
die houdt niet op. Gisteravond viel mijn eerste shiny, dat was Wingull. En dat is niet eens de enige shiny die ik gevangen heb, want net op de grote markt, natuurlijk voordat ik de camera bij de hand had, viel de tweede shiny, totaal ongerelateerd aan het event. Maar shiny Growlithe, die neem ik heel graag mee. En laten we nu eens kijken of we vliegende Pikachu kunnen vangen. En daar waren, geheel tegen de verwachtingen in, 2 keer Pikachu met ballonnetjes. We gaan ze eerst allebei checken en vervolgens gaan we er eentje vangen. Want we hebben er nog 1 nodig voor de laatste Pikachu van Electrify the Sky. En mocht jij nou meer moeite hebben dan ik met het vinden van deze Pikachu, want ik moet bekennen, ik ben verbaasd dat het zo makkelijk ging. Ik ben ze eigenlijk de hele dag nog niet tegengekomen. Ga dan op zoek naar Catch 3 Flying Type Pokémon. Een speciale event task die heel goed samengaat met de Catch 10 Pokémon. Met een Weather Boost, want uit de 1 komt een Doduo. Wat een Flying Type is die je dus weer helpt bij de ander. En uit de tweede, dat zou de onderste moeten zijn, komt dus de vliegende Pikachu. Die je dus weer kunt gebruiken voor Catch 10 Pikachu. En als dat dan gelukt is, dan ben je klaar voor het claimen van Electrify the Sky. Wat 2 keer Mega Energy is voor Mega Latias en Mega Latios. Dus 3000 XP en ik gok een vliegende Pikachu. Yes, inderdaad een vliegende Pikachu. Die natuurlijk ook weer shiny kan zijn. Ik hoop dat jullie hem shiny vangen. Om die kans te vergroten kun je een like achterlaten op de video. Dat vergroot niet alleen shiny luck, maar het helpt ook nog eens het verspreiden van de video en het kanaal enorm. Dus heel erg bedankt daarvoor. Iets anders om te doen tijdens deze Electrify the Sky, of eigenlijk het Sky High event zoals ik het net noemde, is het goed checken van Go Rocket ballonnen. Elk uur is er een 10 Go Rocket ballon, wat dus betekent dat als je dat een beetje bij kunt houden, je in elk geval per dag 1 Go Rocket leader uit kunt dagen, met natuurlijk weer kans op dus een shiny shadow Pokémon. Shadow Execute, Shadow Drowsy en ik vergeet er eentje, maar in elk geval kansen op shiny shadows en dat is natuurlijk nooit weg. Ik pak snel deze 10 Go Rocket Grunts. Nou is Shuckle dan helaas weer niet de beste shadow Pokémon. Ik vind het stiekem wel eens grappig om ze in gyms te zetten, maar voor de rest doe je er eigenlijk niet zoveel mee. Maar 10 Go Rocket leaders droppen natuurlijk ook 12 kilometer eieren en daar zit dan weer Salazzle in. En je hebt een vrouwelijke Salazzle nodig en vrij veel Salazzle candy, dus reden genoeg om achter eieren aan te gaan als jij graag zo'n Salazzle wilt. Ik win! Dus dat is voor mij in elk geval 500 Stardust en weer zo'n mysterieuze component erbij, plus een Go Rocket Radar. Dus wie weet, zit hier wel een leader. Dat was dus helaas geen shiny shadow, maar wel weer een 12 kilometer ei erbij met dus een kans op Salandit. Met dat achter de rug wil ik kijken naar de research tasks, want ik noemde er natuurlijk al net 2 die heel handig zijn voor het volbrengen van de timed research, namelijk event catch 3 flying type Pokémon en event catch 10 Pokémon met weather boost. Dankzij de Silver Road kennen we alle event research. We zien hier Purify, een shadow Pokémon voor een shadow Swablu. Defeat 3 Team Go Rocket Grunts. Een event catch 3 flying type Pokémon voor een Pikachu. En dan dus de Doduo die ik net al noemde voor catch 10 Pokémon with a weather boost. En de Emolga die je krijgt voor de event task defeat 3 Team Go Rocket Grunts, die kan best handig zijn in de Flying Cup die momenteel in de Go Battle League gaande is. Dus ben jij iemand die graag PvP doet, dan is dat ook nog een goede om te doen. Bovendien, Emolga is electric en flying, dus helpt ook weer mee met de catch 3 flying type Pokémon voor dus de Pikachu. En dat was het Fly in the Sky event in Pokémon Go. Voor zover het gaat om de limited research, wat ik steeds limited research blijf noemen, ook al is het timed research, ik weet niet wat daar gebeurt. En natuurlijk dus de raids, die een stuk moeilijker zijn
dan wat mensen misschien wel hadden verwacht. Hoe gaat het event voor jou? Laat het me dus weten in de comments. Vond je deze video tof? Beloon hem met een duimpje omhoog. Het helpt de verspreiding en het kanaal dus enorm. Toppers, super, super veel succes met het event. Heel veel shiny luck, heel veel raid geluk en heel graag tot de volgende video. Houdoe!